Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met Sheldon Texera. Hij is de vicevoorzitter van de SPF, de Surinaamse Powerlifting Federatie. Deze federatie is recentelijk, ongeveer een maand geleden, toegetreden tot het internationale platform voor powerlifting federaties. We gaan vandaag met hem een babbeltje maken over deze organisatie in Suriname, haar leden, en wat ze wensen te bereiken door aansluiting op het internationale platform. What made is a little Q-time. Goeiedag Sheldon en welkom in Q-Time. Hoe gaat het met jou? Ja, goeiedag Odette. Met mij gaat het prima hoor. Oké. Met mij gaat het goed. Een beetje druk, maar wel altijd gezellig. En, yes. En ook altijd leuk om meer te weten te komen van wat mensen allemaal aan het doen zijn in Suriname. Ik vind het wel heel erg grappig als ik luister naar de Surinaamse Powerlifting Federation. Dan verwacht ik een beetje een oudere meneer aan de andere kant van de beeldbuis. Maar jong en fris, ik ben heel benieuwd. Vertel alvast, voordat we van start gaan over de SPF te praten, wat meer over jezelf. Ja, ik ben Sheldon Texera en ik ben de vicevoorzitter van de Suriname Powerlifting Federation. En ik zelf ben ook powerlifter, althans ik kom er momenteel weer in. Ik was eventjes een paar jaar gestopt, zo'n 3 jaartjes, dan deed ik een beetje crossfit. Maar ik had in 2017 had ik een laatste wedstrijd gedaan, powerlifting wedstrijd. En dat was nationale kampioenschappen onder het vorige bestuur of BON. En ja, ik beoefende sport al. Ik ben momenteel 26 jaar oud. En ik lift al sinds mijn 14e. En powerlifting doe ik al sinds mijn 17e, 18e. Oké. Waar ik echt ben begonnen met sport. Wat is powerlifting precies? Want ik bedoel, ik ken weightlifting. Als je me zegt powerlifting, kan ik me er iets bij voorstellen dat het een beetje erop zal lijken. Maar wat is het precies? Ja, dus powerlifting net als weightlifting. Dus met weightlifting is Olympic lifting, wat in de Olympische Spelen is. Het is ook een krachtsport. En daar gaat het om 2 onderdelen, de snatch en de clean and jerk. Maar bij powerlifting gaat het om 3 onderdelen. En genaamd de squat. Ik denk wel dat vele mensen ooit een squat hebben gezien of gedaan, misschien in de gym. Is waar je rechtop staat, je zakt door de benen, door je knieën, je heupen en je komt ongeveer parallel. Dus je heup parallel met je knie, een beetje lager. En de bench press, dat is het tweede onderdeel. En daar lig je op zo'n bank. In het Nederlands noemen ze het bankdrukken. Die ligt op een bank, je hebt daar een staaf boven de schouders. Je zakt hem tot onder je borst en je prest hem weer over de schouders, dan ben je klaar met die oefening. En als derde onderdeel heb je de deadlift. De deadlift, daar lift je een gewicht. Het is gewicht op een staaf, hij ligt op de grond en dan til je hem van de grond tot naar je heupen. Je kan hem sumo doen. Sumo is een bredere stance, je staat wat breder, of normaal, conventional. Daar sta je heup breed en dan lift je het gewicht van de grond tot naar je heupen. Oké. Waarom kan je niet powerliften onderbrengen onder weightliften? Het zijn 2 verschillende krachtsporten. En weightliften, dat zijn 2 andere oefeningen. Dus gewichtsheffen. Dus daar breng je het gewicht in 1 bepaalde beweging. Van de grond over het hoofd. En je vangt hem in zo'n squat positie. En bij de clean and jerk breng je het gewicht van de grond naar je schouders. En met ook een beweging. Invloedende beweging brengen van de schouders over het hoofd. Dus eigenlijk basketbal en volleybal. Het zijn beide met een bal, net als weightlifting en powerlifting, beide krachtsporten, maar het zijn andere regels en andere soort oefeningen die je boeken. Oké. Okay. Die je uitvoert. Als je het meevraagt, leek het allemaal op hetzelfde. Maar ik kan wel het verschil zien tussen volleybal en basketbal. Maar goed, dat zal waarschijnlijk de kenners zullen daar wat meer verstand van hebben. Hoe lang bestaat de SPF al? Dus de SPF is een nieuwe organisatie, een nieuwe bond. Ja. En wij bestaan maar eigenlijk een maandje. Ja, ik kan zeggen officiële maandje. Okay. Want we zijn eind van vorig jaar zo, begin december,
zijn we eigenlijk begonnen om echt officieel stappen te ondernemen om het echt tot, ja, tot leven te brengen. Dus waar we de directeur van sport hebben benaderd en waar we daar alles natuurlijk hebben ingediend. Ook alle contact met de IPF, International Powerlifting Federation, voor de officiële erkenning. En uiteindelijk heeft dat, ja, op 7 februari hebben we officiële, ja, erkenning gehad, okay, van het ministerie. En dan hebben we dat ook gestuurd naar het IPF. Ja, oké. Okay. Dus jullie zijn in principe nu wel officieel al aangesloten bij de internationale organisatie? Dat klopt, okay, ja. Hoe groot is de groep mensen die aan powerlifting doen in Suriname? Er is vrijwel een grote groep. En omdat powerlifting al jaren wordt beoefend in Suriname. Maar hij was als eerst onder de bodybuilding bond, dus de SBWB. Yeah. Suriname bodybuilding en weightlifting bond. En in 2018 had een andere bond hem overgenomen, het SPSF. Mm-hmm. Namelijk het Suriname powerlifting en strongman federatie. Toen. Maar natuurlijk met COVID en COVID gebeuren en zo in Suriname, was het even, waarom koos je niet gehoord van de bond? En een heleboel powerlifters wilden natuurlijk ook graag dat ze aangesloten waren of moeite zouden om aan te sluiten bij de IPF. Maar uiteindelijk was hoe de bond de slapende bond is geworden, is dat niet meer aan toegekomen. Totdat wij hadden besloten, dus Randall had me toen benaderd. Het waren in het verleden wel gesproken erover om misschien een bond te starten, maar we hebben eigenlijk, zoals ik zei, het was november, zo december officieel, hebben we officieel gezeten, ook met enkele bestuursleden van de bond, om het tot leven te brengen. Mm-hmm. En er was altijd wel wat animo, er was altijd een mooie groep powerlifting in het verleden, de andere bond, de huidige bond, dames zelfs, er waren nooit veel dames die meededen, maar ik heb misschien de laatste 2 wedstrijden aardig wat. En dus ik ben blij dat het wel een beetje begint te groeien. Maar waar we eigenlijk al komen nu, omdat we zijn aangesloten bij de IPF, verwachten we wel dat er vooral nieuwe atleten zijn, maar een paar van die oude atleten die onder vorig bestuur meededen, zij deden niet echt aan drug testing. En IPF doet wel aan drug testing. Snap je? Dus het was eigenlijk zo, iedereen deed mee, ook al was je nou, gebruikte je enkele andere substanties of niet, werd je gewoon toegetreden uit competition bij de IPF niet. Je wordt wel getest middels de WADA, World Anti-Doping Agency, standaarden. En daar gaan we natuurlijk ook horen. Dus de oude lifters die misschien gewend waren mee te doen, die niet getest willen worden, ja, misschien zullen die niet meedoen onder deze federatie. Of misschien wel. Misschien gaan ze gewoon stoppen met de spullen gebruiken of zo. Ja. Maar okay, wie weet. Maar we hebben wel gezien dat er heel wat anime is op social media. Vele mensen sharen ons, inboxen ons, dus we hebben wel... Dus jullie proberen als een nieuw bestuur, proberen een beetje nieuw leven in te blazen. En kennelijk is het wel aan het lukken. En wel met het vooruitzicht dat er ook een internationaal platform is waar Suriname zich op kan profileren. Want wat is jullie plan eigenlijk met deze nieuwe bond, een nieuwe aansluiting bij een internationale organisatie? Wat is jullie korte termijn en middellange termijn planning voor het ontwikkelen van de sport in Suriname? Wel, onze plannen voor de sport in Suriname is om het echt tot de officiële sport of een wat bekendere sport te maken. Want vele mensen die niet echt in de krachtwereld zitten, die weten nog steeds niet wat powerlifting is. Kijk, u zei het ook, kent het verschil niet tussen weightlifting en powerlifting, maar hopelijk komt dat wel nog. Maar ons plan is natuurlijk, en daarom hadden we besloten om ons aan te sluiten bij de IPF, is zodat Surinaamse powerlifters een manier hebben om eigenlijk hun talenten te tonen in het buitenland. Want voorheen was er eigenlijk, het beste dat je kan doen is gewoon lokaal meedoen. En hoe je dan zijn je records die je hier behaalt niet erkend. Want dat was ook een probleem waar we even checken, waar we even mee zitten, is die al die vorige records, hoe we dat eventjes toch kunnen laten gelden eigenlijk ook, hè? Ja. Mm-hmm. Precies, okay. Jawel. Ja. Want voor mij was het op, kijk, Randall
hij was wel naar het buitenland te gaan, 2 keer, maar dat is natuurlijk op zijn eigen budget. Maar dat was ook een reden waarom een heleboel atleten geen financiering bijvoorbeeld kunnen krijgen als het dan van de overheid is, of wat er was niet echt een bond dat is aangesloten aan het buitenland om mee te doen aan zulke internationale Ja, dus dan competities. moet je het eigenlijk op eigen titel doen en daarin ook op eigen gelegenheid, eigen budget. Maar ja, als je Precies. geen registratie hebt van wat je prestaties zijn geweest, dan is het ook inderdaad moeilijk om daar aansluiting te vinden als je geen erkend Ja, instituut hebt. klopt. Ja, oké. Nou, heel erg mooi. Jullie zijn vrij jong, dus nog fris. Heel veel energie. De komende tijd in de maand april zullen jullie een meet and greet organiseren, maar daar zullen de details nog over volgen. En de laatste vraag, wat is de eerste grote activiteit die jullie plannen voor de komende tijd? Dus onze eerste grote activiteit, dus na onze meet and greet, is zo'n trial competitie. Wat we hebben gepland om in september, zijn er Zuid-Amerikaanse kampioenschappen. En in oktober is er ook een wedstrijd, dat is Panem. Maar dat is een bench-only competitie. Maar voor de selectie voor september, dus voor Zuid-Amerikaanse kampioenschappen, zullen we daarvoor wel een trial hebben. Dus waarbij je wel meedoet. En aan de hand van de cijfers die je behaalt, dus je total, want zo wordt eigenlijk getest, die 3 onderdelen, dus die squat, bench en deadlift, het totale van wat je hebt getild, dat wordt je total. En aan de hand van je total dat je hebt behaald, gaan we natuurlijk ook even kijken van of je komt in die selectie, laten we zeggen, misschien de top 5 of zelfs top 10, als je daar natuurlijk dichtbij bent. Of in die klasse, dus internationaal, dan word je geselecteerd. Oké, en dan zijn jullie van plan om mensen af te vaardigen? Ja, ja. Ja. Oké, dat is heel mooi. Heel erg mooi. Goed, het is nog maar een paar maanden, dus jullie hebben heel veel werk aan de Ja, winkel voor het zeker, zover zeker. is. Ja. Maar goed. Momenteel sturen ze ook wel, want ze zijn aan het trainen. Ja. Want enkele lifters sturen ook video's naar ons toe. Oké. Maar dat hadden we natuurlijk ook gevraagd. Ja. En ze hebben ook wel een indicatie. Dus ik ben hoopvol. Goed zo. Sheldon, heel erg veel succes met het introduceren van powerlifting en het meer bekendheid geven in Suriname. En natuurlijk ook met alle activiteiten van de bond. En heel erg mooi als Suriname ook op internationaal vlak zou kunnen meedoen met deze sport. Nogmaals succes ermee en we kijken uit naar jullie verrichtingen. Yes, dank u wel. Ja? Is goed. Thank you. Yes, is goed. Een fijne dag. Hetzelfde. Bye. Thank you. What we need is a little Q-time. Dat was het gesprek met Sheldon Teixeira. Hij is de vicevoorzitter van de SPF, de Surinaamse Powerlifting Federatie. Nieuwe organisatie die zich ook heeft aangesloten bij de internationale organisatie van powerlifting. En dat wil zeggen dat er de komende tijd veel activiteiten op het gebied van powerlifting in Suriname uitgevoerd zullen worden. De meet and greet staat gepland voor april, dus houdt u de activiteiten in de gaten als deze sport uw interesse heeft. Hartelijk bedankt voor het hebben willen kijken naar Q-Time. Tot de volgende aflevering. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.